Daar tussen de wilgen ligt het Perdikse pad en dat gaat hier naartoe verhuizen. We hebben een oplossing voor het huidige Perdikse pad en dat is eigenlijk precies op het punt waar we nu staan. Je kijkt hier, als je achter mij kijkt, zie je hier de sloot. Nou, ten eerste, deze sloot is ons voorstel om die te gaan verbreden, zodat er een betere waterafvoer is vanuit de dorpskern vanuit de Lier. Nou, dat doen we natuurlijk niet alleen, dat doen we in samenwerking met de gemeente en het Hoogheemraadschap. Op deze manier wordt de Oranjewijk beter beschermd tegen wateroverlast. Wat daarvoor nog wel nodig is, is dat, want dat loopt tot op het einde van eigenlijk het stuk hier, dat het nog wel nodig is om het pad door te leggen, zodat het verbinding heeft met het tunneltje, het fietstunneltje onder de burgemeester Crezeelaan, is de gemeente aan het onderzoeken of zij dit pad nog door kunnen leggen. Zodat de wandelaars voortaan op het wandelpad kunnen lopen en dat het fietspad, het Kralingerpad, gewoon voor de fietsers blijft. Hier wordt de sloot breder met daarnaast het voetpad. En daarvoor hebben we ook contact met de omwonenden. Om te kijken van ja, wat zijn goede alternatieven. En dit plan hebben wij ook aan hun gepresenteerd. Het idee is ook om de oude wilgen en de steentjes te verplaatsen.